dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we een Q&A doen. Yay! Eindelijk weer een Q&A. En jongens, we zitten hier eigenlijk best wel een beetje ongemakkelijk. Ik ben eruit. Ik ga even iets naar boven. Of nee, ga jij maar iets naar boven. Nou, wacht, dan doe ik even de camera weer iets naar beneden. Zullen we de intro maar weer opnieuw doen? Ja. Hoi allemaal, dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we een Q&A doen. Want ja. Ja, was gewoon weer eens tijd. Ja. Nou, heel veel mensen van jullie zullen wel weten. Wij hebben een puppy. Yay! Yay! Hij is nu bij ons en we zijn deze week nog niet gestart. Nee. Maar hij is nu sinds vorige week donderdag bij ons. Ja. Alleen in de weekvlog die jullie hebben kunnen zien waarin wij de puppy voorstelden. En ook al de naam, maar die gaan we zo nog even goed vertellen. Hebben jullie hem al kunnen zien, maar zo dadelijk beginnen we de weekvlog. En dan vertellen we in de weekvlog ook wat dingetjes. Weekvlog 14. Kijken. Linkje in de beschrijving. Nee, want die komt nog online. Nou ja, de eerste vraag die wij gaan beantwoorden is: hoe gaat ze heten? Nou, ten eerste is het geen ze. Met een hij. En hij heet. Bouke! Bouke. En hij heet Bouke. En we gaan. Nou, welk ras is de puppy en welk ras is Lotje? Lotje is een NRPS-merrie. Volgens mij wordt dat ook in de beschrijving gezet, omdat het gewoon heel vaak gevraagd wordt. En Bouke. Welke ras is de puppy, oftewel Bouke? Het is een Friese stabij en ja, dat is een leuk ras, vind ik. Ja, Friese stabij, daarom ook een Friese naam. Oké, wat vind je leuker, dressuur of springen? Springen, want... het ligt eraan. Ja, ik vind springen leuker, want met springen kan je wel de hoogte. Nou, ik vind, dit is wat ik een half jaar geleden nooit durfde te zeggen. Ik vind springen eigenlijk leuker. Omdat ik dressuur een beetje zat ben. Het gaat niet beter of zo. Het is gewoon, wij zijn nu heel veel aan het oefenen voor proefjes. Maar ik vind dat, ik vind dat gewoon niet zo heel erg leuk. Dus. Maar ik wil me graag meer richten op bijvoorbeeld aan het teugelrijden. Maar dat kan niet, omdat we steeds proefjes doen. En ja, daarom vind ik dressuur minder leuk. Gaan jullie ooit nog eens fokken met Lotje of wel een veulentje krijgen? Nee, kan niet meer. Nee, nou want... kan wel. Ja, kan. Maar Lotje is gewoon te oud. Ja, stel ze had al veulentjes gehad. Dat zou dan hadden we het misschien wel gedaan. Yeah. Maar ze heeft nog nooit eerder een veulen gehad. En ze is gewoon te oud om nu nog dan op de, alsnog al haar moederlijke hormonen te stimuleren. Want dat kan je eigenlijk... Een paard kan al van een zesde, kan die al... derde. Ja, kan die al veulen krijgen. En dan, echt als je kijkt, wij hadden toen met Ponykamp was ook een paard, die was 18. En die had toen... En een paard weet niet hoe oud hij is, hè? Nee. Een paard voelt zich gewoon oud of jong. Dan moet je eventjes goed onthouden, paarden weten niet dat ze 19 zijn of 5. Want je kunt een paard van 5 kun je zeggen, je bent heel oud, en dan gaat hij zich oud gedragen. Maar als we tegen Lotje vertellen dat ze jong is... Dan voelt ze zich gewoon jong. Nooit meer paardrijden en naar Lotje. Maar dan wel naar Lotje toe kunnen. Ja, of en... nooit, of wel paardrijden, maar nooit meer naar Lotje toe kunnen. Ja, en nooit Lucas doet er ook bij. Ik ook nooit paardrijden. Ik kan prima zonder paardrijden. Ja. Het is wel jammer, maar... Kijk, we hebben dat in het begin heel veel gedaan, dus ja. Lotje of de puppy? Lotje. We hebben Bouke nog niet heel lang. Nee, dus... Maar het is gewoon, Lotje is gewoon onze, altijd onze grote wens geweest. Ja, puppy ook. Maar alleen dus... doordat wij Lotje hebben, hebben wij puppy eigenlijk. Wat vind jij het leukste om met Lotje te doen? Springen. In de les. Springen in de les. Ik vind... Of buiten. Ik vind het heel erg leuk om dingen te doen die je nooit met manegeponies kon doen. Zoals met manegeponies mocht je nooit zomaar met necro rijden. Of zomaar met hals. Of zomaar zonder zadel. En met Lotje mag je gewoon zelf beslissen elke keer wat je gaat doen. Dus ik vind eigenlijk alles het leukst. Maar als, ik vind het gewoon leuk dat je zelf mag kiezen wat. En dan als ik echt zelf mag kiezen wat. Dan vind ik, ik denk buitenrit zonder zadel of zo het leukst. Ja. Alleen ik hou niet van hard gaan. Maar. Doen jullie vrijdressuur met Lotje en Luca? We deden het met Lotje en we hebben het nog nooit gedaan met Luca. Ja, één keer voor de video. Ja, maar dat is mislukt. Ja. We stoppen daarmee met Lotje omdat Lotje het niet leuk vindt. Ja. En ja, Lotje vindt het gewoon niet leuk. Nee. Het is doelloos, zei ze. Hebben jullie de naam Lotje zelf bedacht? Nee. Lotje is van een man geweest. We noemen het boertje, En daar is ze ook geboren. Ja, daar is ze geboren. En ze is, daar is ze ook gestaan. Ja, altijd tot wij haar kochten. Ja. En toen ze, Lady Loretta. En het is echt Lady Loretta, niet Lady Loretta.
Zo heeft ze, hebben haar gewoon sinds dat ze geboren is zo genoemd. Ja. Waarschijnlijk via het paspoort moest dat allemaal niet shit. Wat is jullie lievelingssetje voor Lotje? De Bordeaux, die van Anouk sowieso. Of het HV Polo. Ja, mijn lievelingssetje is denk ik het HV Polo donkerblauw met de witte peesbeschermers. Alleen, maar ik vind denk ik ook wel weer het roze. Ik vind alles wel leuk, want HV Polo in het paars heb ik zelf een paarse jas bij. Maar op dit moment vind ik het HV Polo de nieuwe die ik heb gekocht. Ja, die staat er gewoon zo mooi. Was het minst leuke stal van wij het meeste? Wij. We hebben slechte herinneringen aan, want wij moesten dat drievoelde kruiwagen. We hebben gewoon slechte herinneringen. Ja, we hebben slechte herinneringen. En het is gewoon super lastig, als er hoog gras staat en de poep ligt in het hoog gras. Ach, paarden, waarom doen jullie dit? Paarden, als jullie dit kijken, waarom? Ja, we laten het Lotje even zien. Welke kleur vinden jullie het mooist bij Lotje staan? Rood. Rood en nou, donker af en toe. Ja, ik vind. Maar rood is gewoon echt haar kleur, want haar, haar vacht straalt rood uit. Daar, we hebben ook een heel mooi rood setje en een mooi rood halsje, zoals jullie weten. Het staat er gewoon zo mooi. Alleen, ja, het is niet mijn lievelingskleur, dus daarom rijd ik er bijna nooit mee, heel af en toe. Was zijn lievelingskleur is rood. Oh, nee, we mogen denk ik niet zijn kamer laten zien, maar anders dan moeten we ook maar kunnen laten zien. Alles is rood. Yeah. En voor de rest, rood staat Lotje het mooist. Yeah. Maar ik vind het zelf niet de mooiste kleur. En andere dingen zijn ook wel leuk, maar dan doen we er nooit rood. Als Lotje een veulen zou krijgen, hoe zouden jullie hem noemen? Haar of hem noemen? Ik zou hem een Carpaccio noemen. Als het een jongen is. Als het een meisje is? Weet niet. Mijn meisje jongen is Scott. Of Scott. Nee, Scott. Of, oh, wat voor naam had ik al? Santos vind ik ook een hele mooie. Er zijn heel veel namen die ik mooi vind. Of Alex. Ja. Maar die kan ook voor meisje. Dus ja. En als het een meisje is, dus Alex of Jessie, zei ik volgens mij. Maar dat zou ik nu niet meer doen. Ik denk ook iets met iets wat op Lotje lijkt. Wat je dan misschien dan als shownaam Lady, puntje, puntje. Of ja, als het noemen is Boy. Dan zo. Boy. Boy van me. Liever een buitenrit of in de bak? Buitenrit. Buitenrit, ja. Denk ik. Maar je zegt wel dat je springen leuker vindt. Ja, maar ik kan. Ja, maar ze kan ook buiten. Ja, kijk, weet je wat het is? Buiten rijden, buiten de bak, kun je ook gewoon dressuur rijden. En alles. Ja. En binnen de bak kan dat ook. Maar Lotje vindt dat niet zo leuk. Nee, Lotje vindt het leuk om buiten te rijden. Ja. Maar dan loopt ze ook echt aan de teugel. Maar jongens, wij zijn. Nou, daar zijn we weer. We zijn anderhalf uur verder, denk ik. Ja. We gaan gewoon meteen weer verder. Ja. Vertel in 3 woorden wat je van Lotje en Luca vindt. Dus eigenlijk de 3 woorden die Lotje en Luca beschrijven. Dus zeg jij maar eerst. Niet samen, maar apart. Oké, van Luca. Druk. Altijd zin hebben. Dat zijn al 3 woorden. Altijd zin hebben. Altijd zin hebben, nou. Gewoon en, altijd zin hebben. Ja. En altijd zin. Altijd zin hebben. Wow, jongens. Okay. En Lotje, af en toe is ook wel laag. Nee, Lotje. Geen zin hebben af en toe. Nee. Geen zin hebben. Af en toe. Dat zijn 4 woorden. Ja. Nou, ik ben er heel slecht in. Gewoon druk, vervelend. Luca. Bijna nooit zin hebben. Nee, dat is Lotje. Nou, Lotje is toch niet vervelend? Ja, nou... Ja, hoe moet ik het anders zeggen? Doe jij maar. Lotje is... Lief, eigenwijs. Nee, wacht. Lief. Merrie. Merrie. Nee, gewoon, ja, merrie. Dat is bang. Ik hoop dat jullie dat hoorden. Lief, merrie en... Eigenwijs. Hoe zouden jullie paard noemen als ze de naam niet had? Zoals die Lotje niet had. Zeg maar, Lotje die zou ik geen Carpaccio noemen, want Lotje is een meisje. Dus ik zou hem Alex noemen. Ik vind het echt een mooie naam. Nou, jullie zou hem Alex noemen. Ik twee altijd gewoon random namen. Nou, Anouk weet het dus niet. Hebben jullie nou een leuke naam voor hoe Anouk haar paard zou moeten eten? En hoe zou jullie paard heten? Als, hoe zouden jullie je paard noemen, of jouw verzorgpony, of je lievelingsmanagepony, als ze nog geen naam had? Ja, dat is de vraag.
Hopelijk vond je deze video leuk. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En doeg!